Onder andere Bart de Wever, de N-VA-voorzitter op een reuzenkonijn, met zijn zoontje 2 weken geleden in Plopsaland. Dit maakt het eigenlijk nog erger. Hè? Dus de paparazzo-cultuur, waar je professionele fotografen hebben die iedereen achtervolgen, vind ik al heel erg. Maar dat je dan amateurs ook nog eens gaat oproepen om daaraan mee te doen, dan ben je 1. Nergens meer veilig. 2. Elke gek met een camera kan de gekste dingen doen om die prijs te winnen. Kan je beginnen belegeren in je eigen huis of voor de venster van je badkamer opduiken. Ik kan me voorstellen dat sommige vrouwelijke BV's daar echt niet mee gediend zijn, dat ze overal kunnen worden gefotografeerd.